Okie dokie. Daily challenge tijd. We gaan eens beginnen en kijken wat het ons brengt. Dit is een meerding. Of een zeeding. Ergens. Ik hoop dat het bord wat hier staat ons in ieder geval niks gaat vertellen. We kunnen wel die kant op, dus. Het is Engelstalig, dus dat brengt me al een beetje in het idee wat ik al verwacht had. Namelijk dat het of Canada of Amerika is. Canada was mijn eerste gedachte. En dan eigenlijk met name British Columbia. Op dit moment. Maar goed. Dan eens even kijken of we misschien ergens een Amerikaanse of een Canadese vlag zien. Dat zou wel iets zijn. Ja. Dan in ieder geval alvast een British Columbia wegzetten. Ik bedoel, ook al zou het dat niet zijn, dan staat hij in ieder geval ergens, weet je. Anders het van, u heeft geen punten gehaald deze ronde. Want u heeft geen gok gehaald. Geen gok gemaakt. En na gisteren wil ik... hoop ik op een betere ronde vandaag. Natuurlijk hoeft dat niet zo te zijn, dat weet ik ook wel, maar goed, hè. Ik had gehoopt dat er daar iets op stond, maar helaas. Helaas, pindakaas. Het is ook echt wel gewoon... Ik ga niet zeggen dat het informatieloos is, want dat is het niet. Maar het is nou niet een bron van informatie, zal ik het zo zeggen. En met name ook omdat je niet gewoon heel ver meer vooruit kan klikken om te zorgen dat je heel ver vooruit hopt. Is het nou ook niet echt dat je zegt van, oh wauw, geweldig, fantastisch. Ik zeg, dit kan ook zomaar ook ergens in Quebec zijn, of in Ontario, of... Er zijn zelfs nog genoeg plekken in de Verenigde Staten die dat kan zijn. Ja, kijk dan natuurlijk. Ja. Altijd fijn. Dit soort locaties, dat soort locaties, dat zijn echt wel de frustrerende locaties. Omdat je weet dat als je informatie vindt, wat voor informatie dan ook, dat je vaak al een redelijke gok kan maken, zeg maar. Maar dan krijg je een straat lang niks anders dan... Je hebt wel wat ik zeg... Het is niet dat het informatieloos was. Maar, ja. Kijk. Zoiets had wel heel goed kunnen helpen, zeg maar. Ik kan net niet genoeg inzoomen hier, denk ik, om de uren aan te zien van de dingen. Aan de andere kant, ik ben er ook constant rechtdoor gegaan. Misschien was het in de zijstraat wel te vinden geweest. Ik betwijfel het, maar goed, dat had gekund.
Eska. Kijk. Ja, maar zelfs zoiets had geholpen, weet je. Want ik bedoel, ik wist eigenlijk niet eens zeker of dit... of het Canada of de VS was. Hier kan ik niks vinden, denk ik. Dat trek ik de... Ik denk wel dat het een grotere stad is. Dan ben ik benieuwd of het dat Rundumberok is. Ik weet niet of dat een stad is. Rundumberok? Dat zou kunnen dat het dat is. Ik zeg niet dat het dat per definitie is, maar... Ja, dat was het. Oh, nice. Oh, goed. Ik denk dat dit Australië is. Ik zou het eerlijk gezegd ook niet weten op dit moment. Alhoewel, nou zie ik die hoogspanningsdraad staan en dan denk ik van nou... De bomen zien er Australië... Oh mijn god, dit is Australië. Zo fijn dat we gewoon echt van de ene slechte kwaliteit naar de andere gaan. Ja, nee, we gaan gewoon terug naar start. Want dit ga ik niet doen. Die kant dan op. Ja, zet maar even hier weg. Ja. Ik bedoel, dit is ook weer zoiets waarvan ik zeg van ja, dit kan overal in Australië zijn. Maar ook echt daadwerkelijk. Nou, niet in. Nou, zelfs daar wel, denk ik. Zeg maar aan de rand van de wouden van Sydney, zullen we maar zeggen. Maar dit zou bijvoorbeeld ook gewoon Tasmanië kunnen zijn. Geelong. Geelong. Frick, frick. Waar zit Geelong? Daar. Oké, top. Hé, hey, dat is al iets, weet je. Bashus March. Dienstmarsch. Ik denk niet dat het richting Melbourne zal zijn. Swan Marsh. Hier zitten al die marshes. We zullen het zo over pas konden zien, gok ik. Het was echt recht vooruit. Recht omhoog. Noorwegen, Zweden, Finland. Even kijken, ik denk dat dit al een... Oké.
We kunnen kijken of we een van deze kunnen vinden. Ik denk dat dat ook onze beste optie op dit moment is. Denk ik, want ik. Ik zou niet weten. Laten we eens even kijken of we kunnen vinden of dit. Inderdaad, Finland is en niet en ik is die hem. Met. Zullen we het zo zeggen, met. Met al het geblur moet het bijna wel Finland zijn. Ik denk dat dit sowieso te hoog is. Als we nou eens redeneren dat het Oostero eventueel voor. Ja. Het zou een rare redenatie kunnen zijn, maar aan de andere kant, misschien is dat ook wel de oplossing. We zullen zien, we zullen zien, we zullen zien. Oh. Dan sprong knikker omhoog. Dat is ook niet helemaal de bedoeling, maar goed. Nog 2 seconden, dan kunnen we zien hoe dichtbij we zaten. Redelijk dichtbij. Had erger gekund. Als ik dit zie, mijn eerste gedachte is Parijs, maar dat zal het wel niet zijn, gok ik. Ik denk dat het Italiaanse stad is. Ik zie daar allemaal auto's met 2 blauwe nummerborden staan. Dat is dan helemaal zuur dat die. Roma. Is het Rome dan hier? Het zou kunnen hoor. Het zou makkelijk kunnen dat het Rome is. Laten we in ieder geval zorgen dat we het op bevestigd krijgen. Voordat we. Ja, Roma. Dan is die eerste al helemaal zuur. Het is niet. Wat? Is de Google Auto aangereden of zo? Want. Ja, nou zit ik weer gewoon op weg. Dat is raar. Ja. Terug naar het kruispunt kijken of eventueel. Ik zie geen bordjes hangen. Ik denk niet dat ze er niet zijn, daar niet van. Maar. Kijk, metro. Direzione Laurentina. Gelukkig heet het
Gelukkig is Rome klein, dus dan is het zo gevonden. Aha. En luister, als ik hem vind, dat is echt meer geluk dan wijsheid, hoor. Daar was het. View summary. Deze blijft gewoon. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Als ik weet had dat hij in Ontario was geweest, dan had ik hem waarschijnlijk hier ergens rond weggezet. Dus dan denk ik dat ik het ook niet gehaald had. Daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Dus wat dat betreft kan ik er nog wel een klein beetje mee leven. Maar goed, dat was hem voor vandaag. Morgen is er weer een dag en een nieuwe Daily Challenge. En dan zeg ik tot morgen.